Maar ik ben heel blij dat we deze stap kunnen zetten. Ja. Woensdag was het dan zover. In het Nijmeegse Radboud UMC werd de eerste coronavaccinatie van Gelderland gezet. IC-verpleegkundige Karin Vogelenzang was als eerste aan de beurt. Zij was hierover erg enthousiast. Gisteren tijdens de pauze, toen ik uit de corona-afdeling afkwam, toen kwam er iemand vragen wie de eerste wilde zijn. Toen zei ik, oh, dat wil ik wel. En dat de vaccinatie er is, dat is een stap voorwaarts, hopelijk naar meer vrijheden voor iedereen. Voor de prikzetter is dit een routineklus, maar deze is natuurlijk wel extra bijzonder. Het is ook een hele eer dat ik de eerste prik heb mogen zetten. Ik vond het wel spannender, ook door alle camera's en door alles wat erbij kwam. Maar het is gelukkig goed gegaan. Hoe werkt zo'n vaccin nou precies en waarom moeten mensen zich laten vaccineren? Nou, het vaccin zorgt ervoor dat er zeg maar eiwitten die ook in het virus zitten in de arm ingespoten worden. En dat je eigen afweersysteem daar antistoffen tegen gaat maken. Zodat als je het coronavirus in de praktijk tegen gaat komen, dat je daar al afweer tegen hebt en er dus niet ziek van wordt. Het vaccin is razendsnel ontwikkeld, dus over lange termijn effecten is nog niet veel bekend. Het is wel zo dat er natuurlijk al heel veel vaccins bestaan en dat je eigenlijk daar nooit lange termijn effecten van ziet. Dus het is heel onwaarschijnlijk dat je dat hier wel bij gaat zien. Maar strikt genomen weet je dat nog niet, omdat je het nog niet zo lang hebt kunnen testen. Afgelopen weekend werd bekend dat het vaccineren met 2 dagen werd vervroegd. Afgelopen zaterdag, eind van de ochtend, dat het landelijk besluit bekend werd dat we voor de acute en covidzorg toch een aantal vaccins zouden krijgen landelijk. Dus vanaf dat moment zijn we gaan opschalen. Dat was inderdaad wel met man en macht en zeg maar 24/7 dat we daarmee bezig zijn geweest. Maar ik ben heel blij dat we deze stap kunnen zetten. Ja.